Gunther, eerst en vooral welkom terug bij KV Mechelen. En welkom hier in Pinatar. Ja. Ben je hier al eens met een van je vorige teams geweest? Ja, we zijn in de tijd met Anderlecht in Pinatar geweest. We hadden de gewoonte om naar La Manga te gaan. En door omstandigheden kon dat toen niet naar La Manga gaan. En uiteindelijk zijn we in Pinatar beland. En we hebben hier eigenlijk een heel goede stage gehad. Want het moet eerlijk zijn, alle accommodaties en alle faciliteiten zijn hier aanwezig om er een goede week van te maken. We hebben nu geluk vandaag dat het goed weer is, want daarvoor zijn we toch naar Spanje gekomen. Ja, zeker en vast. De rest van de week gaat misschien iets minder goed weer zijn, maar daar kunnen we ons nog wel op voorzien. Ja, maar goed, weet je, alles is beter dan op dit moment in België te zitten. Als je kijkt naar de temperaturen die er momenteel zijn, dan... Ja, hier heb je toch, ondanks het feit dat, dat de zon niet altijd schijnt en dat het af en toe regent, maar goed, de temperaturen zijn toch redelijk boven nul. Zelfs boven de 10 graden, dus die omstandigheden kunnen gewoon heel goed werken. En het veld is eigenlijk voor de periode van het jaar redelijk goed. En dus de omstandigheden zijn ideaal om een goede basis te leggen voor de tweede ronde. De eerste keer dat wij elkaar spraken was vorige week, toen je net je contract getekend had. Hoe is die eerste week voorlopig al geweest? Ja, fantastisch, hè. Uiteindelijk... Je hebt bepaalde verwachtingen in die zin dat... ik ken Steven de Voer heel goed, ik ken Fred van der Biest heel goed, maar je moet de andere mensen ook leren kennen die in de staf werken. En dat is supergoed meegevallen. Dus uiteindelijk is het meer dan ik, of beter dat ik had durven dromen. Want het zijn allemaal mensen die met mij open armen hebben ontvangen. En je hebt niet het gevoel dat je iemand bent die nog maar net is aangekomen. Dus je zit in een bepaalde flow. Je voelt ook aan alles dat het in Mechelen goed zit. Hè? Zeker binnen de spelersgroep en de technische staf en medische staf. Dus dat is één geheel dat goed aan elkaar hangt. En een nieuw persoon zoals ik denk dat ik nogal vrij sociaal ben. Dus dat maakt het allemaal wel net iets makkelijker. Maar goed, de andere mensen moeten nu toch ook op een bepaalde manier ontvangen. En dat is zeker gebeurd in die eerste week. Je terugkeer naar Mechelen? Je hebt al bij de jeugd gespeeld, je hebt al voor de eerste ploeg gespeeld. Kan je ons eens meenemen terug naar die periode? Hoe lang heb je waar al gespeeld? Well, ik ben op mijn 14, 15 jaar naar KV Mechelen gekomen. Ik kwam toen uit de jeugd van Sportkring Sint-Niklaas. En de broer van Fie van Hoof, die was toen technisch directeur van de jeugd. En die zijn mij komen scouten en uiteindelijk hebben we de beslissing genomen om naar Mechelen te komen. En, dus ik ben als eerstejaars scholier in de tijd naar KV Mechelen gekomen. Maar ik deed toen nog de afstand van Sint-Niklaas naar Mechelen dagelijks met mijn vader. Mijn vader die in het onderwijs stond, maar dan goed, na een jaar hebben we ook gezien dat dat moeilijk was omdat je heel veel tijd in de auto doorbracht. Dus dan ben ik de laatste 2 jaar van mijn jeugd ben ik op internaat gegaan in Bimsem in Mechelen. Dat waren eigenlijk de 2 leukste jaren van mijn humaniora. We zaten daar met redelijk veel jongens van KV Mechelen, ze gingen daar ook naar school, maar ik was eigenlijk op dat moment de eerste die van KV Mechelen ook op internaat ging. En dan na de volgende jaren zijn er wat meer jongens, omdat dat eigenlijk iets was dat eigenlijk goed ging, en zijn er meer jongens ook op internaat gegaan. En dan eigenlijk in mijn 4e jaar bij KV Mechelen heb ik de kans gekregen aan mijn humaniora op mijn 7e jaar om mijn eerste profcontract te tekenen samen met Tom Kaluwe. En dan heb ik een jaar nog in KV Mechelen gespeeld. Dat ging een beetje met ups en downs. Uiteindelijk Willy Reinders is dan toen vertrokken. George Ellis is gekomen. En we zaten in een moeilijk sportieve situatie. Kaluwe is echt doorgebroken in dat jaar bij KV Mechelen. Ik heb een paar wedstrijden kunnen spelen. Maar uiteindelijk ben ik vraag van Johan Boskamp dan naar A-agent vertrokken. Dus ik heb eigenlijk 3 jaar van mijn opleiding bij KV Mechelen gedaan. Dat waren eigenlijk de 3 belangrijkste jaren. En dan is Frankie Verkouter gekomen als jeugdcoördinator. En dan hebben we ongelooflijk als jeugdspelers ongelooflijk grote stappen gezet. Omdat de manier waarop dat Frankie de jeugd begeleidde was fantastisch. En dan voelde je ook van je bent 15 jaar, je bent 16 jaar en op je 17 jaar ben je eigenlijk, wordt de vraag door de club gesteld om profvoetballer te worden. Dus dat toont alleen maar aan dat in die periode dat je enorme stappen als jeugdspeler hebt kunnen zetten. Dus ik kijk eigenlijk alleen maar terug met heel veel positieve herinneringen. En binnen die jeugdopleiding heb ik mijn beste vrienden voor het leven gemaakt. Weet je, Tom Kaluwe, Tom Peters, Geoffrey Petier, Jan Verlinden. Dat zijn tot op de dag van vandaag nog altijd mijn beste vrienden. Dus KV Mechelen heeft altijd een speciale plek in mijn hart gehad. En als het enigszins mogelijk was, dan zat ik in het stadion in Mechelen om naar de wedstrijden te komen kijken. Dus KV is speciaal. Hoe uitziet dat voor de rest nog jullie groepje van 5 toen je het zo genoemd had bij het eerste interview? Ja, je moet je inbeelden. We waren 14, 15 jaar als we elkaar leerden kennen. En dan als je 16, 17 wordt, dan ga je samen met de boys op vakantie.
En dan word je een klein beetje ouder, dan komen er vriendinnen bij en dan ga je met de boys en de vriendinnen op vakantie. En dan uiteindelijk wordt dat de vrouw van en dan ga je met, als man en als vrouw, als groep op vakantie. Dan komen er kinderen bij, dan ga je met de kinderen en al iedereen op vakantie. Dus eigenlijk moet je dat zo zien. Dat is in de jaren zodanig geëvolueerd dat de families zodanig close zijn. En niet alleen wij als vrienden, maar ook onze vrouwen, ook de kinderen kennen elkaar heel goed. Dus dat is een unieke vriendschap geweest. Die, waar we echt fier op zijn, dat dat ondertussen toch al een dertigtal jaar duurt. We zijn nog altijd even hecht. En we proberen elkaar altijd op de een of andere manier te helpen en te steunen en te ondersteunen. En zo deuren openen voor elkaar en elkaar te pushen om er het maximale uit te halen. En dat is gewoon een ongelooflijk unieke vriendschap. Ik heb het gevoel, al een paar jaar zelf rondlopend op de club, dat eigenlijk Gunter van Andenhoven, KV Mechelen, dat dat ooit wel nog eens zou samenkomen. Ik weet niet waarom, maar heb je dat gevoel ook? Ja, gewoon door het feit dat Tom Kaluwe natuurlijk is doorgegroeid ook binnen de club, op een bepaald moment technisch directeur wordt. Je komt ook regelmatig op Mechelen en je draagt die club ook een warm hart toe. En ik heb Fred van der Biest al voor KV Mechelen leren kennen. En dan zie je elkaar weer na de wedstrijden. Steven De Voer komt dan terug naar KV Mechelen, dat je dan kent van in de tijd van Anderlecht. Ja, dan begin je met elkaar ook te praten na wedstrijden. En dan, aangezien dat het tussen ons drie ook goed klikt, ook al vaak gezegd van, zou het niet tof zijn dat we met onze drieën assistent kunnen worden. En dan natuurlijk nu het feit dat Steven doorgeschoven wordt en hoofdcoach wordt. En dat er een plaatsje vrijkomt als assistent. En dat ze dan ook het doorduwen bij de club om mij dan binnen te halen als assistentcoach. Ja, ik kan die twee jongens er alleen maar voor bedanken. En ook Frank Lagast en natuurlijk alle andere mensen van KV Mechelen. En ik heb een goed gesprek gehad met Tim Matthijs daarvoor. En als iedereen op dezelfde lijn zit en zegt van en je nu ook het gevoel geeft van ja, we willen er graag bij. Ja, dan nog in KV Mechelen, weet je. Dus dan, dat is voor mij een droom die uitkomt gewoon. Kan je daar de vinger op leggen? Want je noemt Tom Kaluwe, is teruggekomen naar Mechelen. Tim Matthijs nu ook. Steven De Voer. Ja, Fred van der Biest, even naar RWDM geweest, ook teruggekomen. Nu jij, kan je daar de vinger op leggen? Hoe komt dat iedereen zo graag terugkomt naar KV? Ik denk dat dat heel makkelijk is. Hè? Dat is de enige reden waarom dat die mensen en ook ik willen terugkomen, is omdat je voelt dat er iets leeft binnen die club. Dat die club u warm onthaalt, dat een heel gemoedelijke en familiale sfeer is. En dat je gewoon ook het gevoel hebt dat je binnen 1A, hè, als eerste klasse club, ja, dat je in een unieke club zit, omdat je daar een fanbase hebt. Hè. Je moet maar gewoon naar wedstrijden thuis komen kijken van KV Mechelen. En dan voel je ook aan alles dat die club leeft, dat die club vooruit wil. En dat er ook, ondanks het feit, als er eens een mindere periode is, dat die supporters ook altijd achter het team blijven staan. Dat er bovenin in de bestuurskamer ook mensen zitten die de trainers en de staf ook laten werken. Het kan al iets wat minder gaan. Kijk maar naar de periodes onder Wouter Franke. Die heeft het super gedaan. Maar er zijn ook periodes geweest dat het een klein beetje minder geweest is. Maar ze zijn die trainers, zoals Wouter Franke, en ze ook vertrouwen blijven geven. Dus je hebt altijd het gevoel dat je je ding kan doen. En dat je daarin gesteund wordt. En dat het ook geaccepteerd wordt als het iets wat minder gaat. Als ze kijken ook naar hoe wordt er gewerkt. En het kan zijn dat je heel goed werkt, maar dat de resultaten wat minder zijn. En dat voel je hier gewoon in KV Mechelen. Er zit geen bestuur waarbij dat er na 3-4 wedstrijden al getwijfeld wordt aan een coach. En dat geeft je ook gewoon de mogelijkheid om op lange termijn te kunnen werken. En dat is fantastisch. Bij jouw voorstelling zei Tim Matthijs van ja, het is belangrijk dat we Gunter erbij halen. Extra luisterend oor voor de groep. Staat ook in voor de doorstroming van jonge gasten. Zijn dat dingen die jij meeneemt uit je vorige functies bij andere clubs? Ja, sowieso. Hè. Ik ben als jeugdtrainer begonnen bij Anderlecht, dus ik heb wel een boontje voor jeugd. Hè. Ik ben 2 jaar trainer geweest van de U16 en ook bij Anderlecht was het superbelangrijk om ook die jeugdspelers te kunnen laten doorgroeien naar het eerste elftal. Daarna als teammanager is het toch belangrijk dat je binnen een kleedkamer, binnen een spelersgroep de nodige empathie toont en die jongens ook niet puur het sportief, want dat was mijn rol niet als teammanager, maar gewoon puur als mens-mens die relatie optimaal kan benutten. Om die jongens ook in moeilijkere momenten toch de nodige push te geven. En dan daarna, uiteindelijk als assistentcoach vorig seizoen, het is ook altijd mijn betrachting en mijn bedoeling
om ervoor te zorgen dat een spelersgroep goed samenleeft. Je kan niet altijd alles gaan vertellen aan een coach, dus dan heb je mensen nodig, assistenten, teammanagers, die rond die spelers zitten, waar dat ze ook eens eventueel wat gevoelens kunnen aan evacueren. Dus en dat is iets wat ik heel graag doe. En dan binnen KV Mechelen, uiteraard. Steven heeft dat in een tijd, als hij begonnen is, ook gedaan. Maar ik denk dat het superbelangrijk is om ergens vanuit een eerste elftal een link te hebben naar ja, U23 of U18 of U19 of wat dan ook. Om ook aan die jongens het gevoel te geven van kijk, weet je, we zijn er dagelijks bij. Ze kennen ons, ze kennen leden van de staf. Dus eens dat ze die stap kunnen zetten naar het eerste elftal, dan is het ook niet allemaal nieuw. Dan kennen ze ook onze gezichten al, dan weten ze al hoe dat we werken. En dan is het voor die jongens makkelijker om de stap te zetten. Is het misschien ook minder stressvol om in een nieuwe omgeving te komen, omdat je de omkadering al een klein beetje kent. En die opvolging daarvan, die wil ik graag doen. Hoeveel deugd doet het dan om te zien dat er nu 10 jongens van de belofte mee zijn op trainingskamp? Well, het doet enorm veel deugd. Omdat je op een bepaald moment als club moet je een keuze maken. Weet je, gaan we echt investeren in jeugd, ja of nee? En ik heb het gevoel dat KV Mechelen dat ook wel wil doen. En als je kijkt naar het niveau van die jongens binnen de trainingen, ja, er zijn links en rechts zeker uiteraard wel dingen waar dat ze in moeten verbeteren. Maar het algemene niveau vind ik heel interessant. En als ik kijk naar, maar dan kijk ik ook naar de groep, de A-kern van KV Mechelen, ben ik enorm verrast geweest door de werkethiek en de intensiteit die ze elke dag op training brengen. Dat is een verademing. Oké, top. Dan wensen wij jou nog veel succes en werkplezier dank bij KV Mechelen. Dank je wel. En nog een laatste keer, welkom terug. Dank u.